Je bent getuige van een zeer speciaal item, want dit is geen piepshow, want Boris zit er niet, daarom zie je alleen mij. En het is ook niet echt een regulier werkstuk. het is een beetje een combinatie van die twee. Um, er is namelijk wat gebeurt, wat uh, de mensen, de community, jullie, uh, voor een deel, voor een groot deel misschien wel, want de piepshow wordt goed bekeken, bijzonder bezighoudt. En dat is natuurlijk de zaak. Activision Blizzard, daar hebben we het bijna nooit over gehad. Uh, nee, daar hebben we het ontzettend veel over gehad. Uh, en daar lijkt nu toch een eind aan te zijn gekomen. Want deze mevrouw, en ik laat haar even in haar volle glorie zien. Uh, deze mevrouw, deze rechter, heeft een uitspraak gedaan in zaken de appeal van de FTC, van de Amerikaanse waakhond. Uh, of de deal. Uh, of, uh, want de FTC wilde eigenlijk dat er uitstel kwam. Een uitstel wat dan voorbij 18 juli zou komen. Uh, en 18 juli is de datum dat Microsoft eigenlijk de deal moet sluiten. Als ze dat niet doen, dan moeten ze 3 miljard. Dollar betalen aan Activision en uh, FTC, slim als ze waren. Die zeiden: We zijn er nog niet helemaal uit. Uh, we moeten nog allerlei dingen doen. Bla bla bla. Wij willen uitstel en die wilden het eroverheen tillen. Microsoft zei natuurlijk: Ja, fuck no, dat gaan we niet doen. En dus was er een appeal bij deze mevrouw. En deze mevrouw, uh, die heet uh, Jacqueline Scott. Corley. En uh, na vijf dagen, uh, en daar hebben we het uitgebreid over gehad in die twee piepshows, uh, van uh, allerlei getuigen, van Jim Ryan tot Phil Spencer tot uh, Satya Nadella tot economische experts aan beide kanten. Uh, vijf dagen van argumenten over en weer, is er dus nu een uitspraak. En die uitspraak. Uh, die zal bij Phil Spencer uh, zeer fijn zijn binnengekomen en Jim Ryan waarschijnlijk heeft in een hoekje zitten huilen, want um, Judge Corley heeft eigenlijk gewoon het bezwaar van de FTC van tafel geveegd. Keihard van tafel geveegd. Ik ga eventjes heel rustig met jullie uh, voorlezen, letterlijk citeren, want het is gewoon ingewikkelde materie. Uh, wat deze mevrouw heeft gezegd, en daarna ga ik wat dieper in op de uitspraak en dan ook wat er nu gaat gebeuren. Want is de zaak dan rond of is de zaak nog steeds niet rond? Um, zij zegt, en dat is feitelijk zeg maar haar slotbetoog. Um, en uh, uh, specifiek ga ik straks uh, er verder op in. Microsoft Acquisition of Activision has been described as the largest in tech history. It deserves scrutiny. Oftewel, uh, het is goed dat dit uh, soort megadeals tegen het licht worden gehouden. Want daar moet je niet lichtzinnig mee omgaan. Het ligt nogal. Uh, f, ja, er bestaan mogelijkheden dat zoiets uh, leidt tot een monopoliepositie. Uh, uh, dat concurrentie on, um, onmogelijk maakt. en slecht voor de consument gaat zijn. That scrutiny has paid off. Microsoft has committed in writing, in public, and in court to keep Call of Duty on PlayStation for 10 years on parity with Xbox. It made an agreement with Nintendo to bring Call of Duty to Switch, and it entered several agreements to, for the first time, bring Activision's content to several cloud gaming services. This court's responsibility in this case is narrow. It is to decide if, notwithstanding these current circumstances, the merger should be halted, perhaps even terminated, pending. Resolution of the FTC administration administra uh, administrative action. For the reasons explained, the court finds the FTC had, has not shown a likelihood it will prevail on its claim this particular vertical merger in this specific industry may substantially lessen competition. To the contrary, the record evidence points to more consumer access to Call of Duty and other Activision content. The motion for a preliminary injunction is therefore Caps Lock. Denied, afgewezen, terug in je mand. Feitelijk zegt ze gewoon heel duidelijk. En eigenlijk is dat een beetje weird, hè? want de FTC is er niet zozeer voor competition. De FTC is er voor de consument. Wordt de consument slechter van een grote merge? Van een, 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 een aankoop van een groot bedrijf door een ander groot bedrijf. En zij ze zegt eigenlijk: uh, Jullie hebben niet kunnen aantonen in geen, op geen enkele manier dat door deze deal. Call of Duty minder speelbaar is, minder verkrijgbaar is voor minder gamers dan, uh, uh, dan na de deal. En feitelijk zegt ze: uh, Het is juist meer speelbaar geworden. Dus. Waar lullen jullie over? Um, nou goed, dan inderdaad. Ook uh, Judge Corley has clearly sided with Microsoft Commitments to Keep Call of Duty. Bla bla bla. Ook in cloud uh, gaf ze geen gelijk. En um, ja, dat betekent feitelijk uh, een behoorlijke klap in het gezicht. Van de FTC. Hun eisen, uh, hun argument, hun betoog is eigenlijk door deze mevrouw uh, met de grond gelijk gemaakt. En Microsoft heeft op alle uh, fronten gelijk gekregen. Um, nou gaan we dan even kijken. Uh, 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 ja, om, om wat dieper in die uitspraak te gaan, om te kijken: van de FTC heeft dit gezegd. En dit is wat de rechter er tegenover zet. Want daar gaat het om: van je brengt een argument in. En vervolgens gaat de, uh, uh, de tegenpartij ook een argument er tegen inbrengen. Van wij zeggen dat het zo is. En dan zegt de ander: nee, het zit zo. En dan gaat de rechter die gaat uh, oordelen, die gaat dat wegen. En uiteindelijk zegt hij: nee, uh, partij A heeft gelijk of partij B heeft gelijk. Um, even kijken hoor. Um, Inderdaad, het eerste is natuurlijk gewoon. Uh, het gaat een beetje om. Uh, even kijken. Gaat. Dit is een beetje weird. Want die, die zaak is. Uh, mensen zeggen uh, vaak van. Um, dat deze zaak om Call of Duty gaat. Maar deze zaak en deze aankoop ging vanuit Microsoft niet om Call of Duty. Dat hebben ze ook keer op keer gezegd. Onze concurrent is niet PlayStation. Onze concurrent is Google, is Apple, is Amazon. Um, wij, wij zijn op zoek naar de massa. naar 2 miljard gamers. Waar ze het altijd over hebben. PlayStation. En de FTC en ook uh, de CMA in Engeland hebben er een hebben uh, hebben die hele zaak teruggebracht een beetje op een gegeven moment naar Call of Duty. En uh, eigenlijk zegt de rechter van ik ik Jullie kunnen jullie argumenten niet waarmaken en dat staat hier ook. Four weeks ago, the FTC filed this action to preliminary enjoin the merger pending completion of the FTC administ administrative action, because the merger has a July 18 termination date. Gaan we het zo over hebben? Uh, exped uh, expedited proceedings were commenced after considering the parties' voluminous pre- and post-hearing writing submissions, dus al die getuigenissen en experts, and having held a five-day evidentiary hearing, the court denies the motion for preliminary. Injunction. junction, the FTC has not shown it is likely to succeed on its assertion that combined firm will probably pull Call of Duty from Sony PlayStation. Or that its ownership of Activision content will substantially lessen competition in the video game library subscription and cloud gaming market. Dus hier nog eens een keer duidelijk, heel specifiek. Jullie hebben absoluut niet aangetoond dat Call of Duty minder verkrijgbaar gaat zijn na de deal. En dat heeft mij altijd altijd bijzonder uh, verbaasd waarom PlayStation vasthield uh, aan het feit dat, dat Call of Duty niet minder goed, minder uitgebreid, minder lang aanwezig zou zijn op, uh, op het PlayStation-platform. Als Microsoft al vrij snel aan zei: sowieso 2024 is het er nog, sowieso hebben we hier een driejarige deal voor jullie uh, klaarliggen. Even later, sowieso hebben we een tienjarige deal voor jullie klaar liggen. Die Nintendo getekend heeft en andere partijen. Waarom ze blijven volhouden? Ja, maar uh, de, 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 geloof hun niet. Geloof hun niet op een woord. Uh, de, 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 dat is een onhoudbare situatie. Want een rechter gaat niet uh, kijken van ja. Kan, kan ik hem vertrouwen op zijn blauwe ogen of zijn bruine ogen of zijn groene ogen? Die kijkt gewoon naar de, wat er contractueel vast is gelegd. En als er dus een contract is, die er blijkbaar was, uh, waarop staat, de komende tien jaar krijgen jullie Call of Duty in exact dezelfde status, zonder exclusiviteit, et cetera, et cetera. Um, dan heb je gewoon geen poot om op te staan. En ook tijdens de ftc hearing hebben ze dat wederom de hele tijd lopen proberen, maar blijven uh, uh, roepen van... ja, maar dan gaan ze de game slechter maken... of uh, dan gaan ze er uh, timed exclusivity aan, 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 uh, aan uh, opgeven. Um, en met name dat vlak bijvoorbeeld, dat, dat heeft me ook verbaasd Waarom de FTC in hemelsnaam de timed exclusivity als een belangrijk... Van deze, uh, van deze rechtszaak naar voren bracht. Terwijl, en ook de judge geeft dat weer aan. In addition to exclusivity, Sony also uses its market power to extract other preferential treatment from third party game developers, including earlier release dates, exclusive marketing agreements and exclusive in-game content. De pot verwijt de ketel dat hij zwart zit. Ik bedoel, Sony doet dit exact en misschien nog wel meer en harder dan. Xbox, dat is al jarenlang hun tactiek geweest. Helemaal niks me, me, mis met die tactiek. Dat is nu eenmaal zoals het gaat: PlayStation was het grootste platform. Als jij publisher was en je had een third-party game, dan wilde je nee, dan moest je op de PlayStation uitkomen. Anders uh, was je eigenlijk kansloos qua grote verkopen en PlayStation maakt er handig gebruik van door allerlei dingetjes af te dwingen. Hoe kan je in hemelsnaam gaan lopen miepen dat Microsoft uh, zegt: uh, dat je denkt dat Microsoft dat gaat doen? Want, 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 verleden, dit en dat. Terwijl Microsoft glashard zegt: zwart op wit: we gaan dit niet doen. Hier is het contract. De judge heeft ook duidelijk aangegeven: er is geen enkele financiële. Uh, 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 uh. Uitleg mogelijk. Verklaring mogelijk. Die een beetje plausibel is waarom Microsoft dat zou doen. Microsoft zou zo ongelooflijk veel geld mislopen. En hebben het echt over miljarden dollars. Als ze dat zouden doen op. Op een Playstation-platform. Als ze Call of Duty daar weg zouden houden. Dus dat hebben ze van vandaag. één hebben ze dat aangegeven. En toch is de FTC heel blijven doorhameren. En ja, dat kon je van tevoren wel aanvoelen. Dat de rechter daar gehakt van zou gaan maken. Ja, toen. Dit hele gedrag rondom Playstation. werd nog eens een keer keihard duidelijk. Toen de. Opperbaas van Microsoft, uh, 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 meneer uh, Nadella, Satya Nadella, die zei: En dan is inderdaad de question. Uh, let me ask you here today, Mr. Nadella: Will you commit to continuing to ship Call of Duty on the S uh, Sony PlayStation? En an de antwoord van hem is 100%. Um, percent. Kortom, Phil Spencer zei exact hetzelfde. Uh, hij zei ook nog eens letterlijk: er gaat niks aan veranderen. Geen activiteit, geen stukken eruit, geen dingen. Uh, dus letterlijk, en dat is wat de judge ook op een gegeven moment zegt: Je kunt niet volhouden dat Microsoft een game weghoudt. Als ze dus vooraf in een contract, maar ook nog eens keer in court, in court onder Ede, verklaren dat ze dat niet gaan doen. Ik Bedoel. Um, want dat betekent namelijk als Microsoft het wel doet. Dan hebben ze echt een groot probleem. Dan kan PlayStation onmiddellijk naar de rechtbank uh, uh, gaan. En ontzettende schadevergoeding gaan eisen. En ik durf bijna te zeggen: 99,9% gaan ze die zaak winnen. Want het staat zwart op fucking wit en onder Ede. Uh, wie, ik weet niet eens of mensen daarvoor naar de gevangenis kunnen gaan, maar dat denk ik niet. Over het algemeen, liegen onder Ede is vaak de bak in, dus dat gaat niet gebeuren en toch bleef de FTC hier maar mee doorgaan. Um, even kijken hoor, um, even uh, uh, ook iets uh, dan moet ik even kijken waar ik nu ben gebleven en uh, ja, um, dit vond ik namelijk ook een leuk staatje om te tonen, want uh, FTC en PlayStation bleven maar erop hameren in het voortraject. Call of Duty wordt weggehouden. Het is niet goed voor de gamers. Minder mensen gaan straks Call of Duty uh, gamen. Uh, het wordt allemaal exclusief. Microsoft houdt het voor zichzelf. Dit is slecht. Help, help, help. Treed op. Nou, dat kun je namelijk heel simpel achter, uh, achter elkaar zetten. En ja, ik geloof best dat Microsoft uh, uh, misschien al die dealtjes die ze hebben gesloten... ...misschien niet had gedaan als dat niet had gehoeven. Zo slim zijn ze ook alweer. Die geef ik jullie. Maar in principe kun je nu zien... Vandaag de dag, als jij Call of Duty wil spelen, dan kun je dat doen op de Xbox, op de PlayStation en op de PC. Niet op de Nintendo, niet op de Game Pass, niet op Nvidia GeForce, niet op Booster niet op Ubitus en niet op n En dat laatste zou ik niet eens weten wat dat is. Met de merger, als dus de aankoop doorgaat, dan. Is die op de Xbox? Nou, er staat nu een vraagteken bij de PlayStation. Ja, die situatie is nu wel een beetje weird aan het worden. Hè? Dus feitelijk kan die deal nu doorgaan. Iedereen heeft een contract en een deal, PlayStation nog niet. Dus hoe gaat dat zitten? En Ryan heeft al een beetje lopen mopperen. Dus ze kregen van mij geen uh, media, geen uh, uh, ontwikkelingskits, geen dev kits voor de PlayStation 5. Want dan weet Microsoft uh, uh, hoe de PlayStation 6 in, in, in elkaar zit. Pff, ik. Ik kan me niet voorstellen dat hij nou zijn pootjes stijf gaat houden. Want dan gaat hij heel veel geld mislopen. Dat heeft hij al een paar keer laten zien. Dus ik maak hier ook even een groen streepje van. Hij is op de PC, hij is op de Nintendo, hij is op de Game Pass, hij is op de GeForce, hij is op de Boosteroid, Jubietjes. Uh, n En dat laatste waarvan ik eventjes niet weet wat het is. Uh, zonder de merger is hij dus op die drie platformen. En al die andere weten we dus niet. Want dan gaan we gewoon weer helemaal uh, terug. Dus... Uh, je kunt niet zeggen, de FTC, bizar, zijn toch volgens mij advocaten. Ik las trouwens dat, dat soort advocaten, uh, of een van die experts van de FTC, die krijgt 2000 dollar per uur. Dat is knap, dat, daar, daar moet ik een hele maand voor werken ongeveer. Uh, dat die mensen slim genoeg zijn om in te zien: van oké, okay, maar dit, dit gaat dus gewoon eigenlijk helemaal niet werken. Uh, daar maakte de rechter dus gehakt van het hele PlayStation-verhaal. Uh, wat echt een pijler was onder dit, dit, deze appeal, is weggehaald. Uh, dan was er nog iets. Uh, de ex, een van de economische experts uh, van de FTC die gaf aan dat ongeveer 20% van de PlayStation-bezitters uh, zou gaan platform gaan skippen als Call of Duty. Uh, naar de Xbox zou. Of uh, exclusief voor de Xbox zou zijn. En ik weet niet of ze daar ook Game Pass bij bedoelen. Als die op de Game Pass is. Maar laat ik zeggen dat ik dat er mee neem. Ik neem dat er gewoon even mee. Dat de game dus op de Game Pass komt. Want dat is het enige wat ze niet kunnen verbieden: hè? dat de game ook op de Game Pass komt. En dus kun je straks Call of Duty spelen. Ook voor, voor, voor 15 euro of voor 12 euro. Ultimate of gewoon de Game Pass. In plaats van 70 dollar af te tikken bij PlayStation. Um, en um, Microsoft heeft wel aangegeven. En dat neemt de judge ook mee. Van hey, als jij hem op PlayStation Plus wil zetten. Gratis, day one. Be my guest. Mag je gewoon doen. Uh, doet PlayStation niet, want dan verliezen ze veel te veel geld. Anyway. Um, de judge maakt ook gehak van dit argument. Want zoals de experts van Microsoft toen al aangaven. Waar zijn die 20% op gebaseerd? En dat bleek uiteindelijk een soort van aannames te zijn op modellen die niet helemaal klopten. Um, plus dat die judge aangaf: van stel nog steeds uh, dat dat, uh, uh, dat bij 18%, stel dat het 18% uh, mensen zijn die over zou stappen, dan nog steeds verliest Playstation uh, Xbox of Microsoft zoveel meer geld uh, dan dat ze de game gewoon wel op de Playstation laten uh, voortbestaan. Dat is ook de reden waarom Xbox altijd heeft gezegd, Call of Duty komt gewoon naar de Playstation toe. Punt. We verliezen veel te veel geld. Het is economisch waanzin om dat niet te doen. Jim Ryan bleef daarin geloven. Ik weet dus niet of hij er echt in gelooft, want intern... Weten we inmiddels ook via die e-mails? Gaf hij aan dat hij er niet bang voor was. Maar ik denk dat hij gewoon compleet misgecalculeerd heeft, heeft gedacht, heeft gehoopt. FTC, CMA in UK, EU. Uh, hij heeft flink lopen, lobby. Die gaan de boel cancelen. En dat is alleen maar goed voor ons. Uh, want dan, blijven, uh, 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 ja, dan blijft Microsoft gewoon geen concurrent. Hè? Uh, en nu zijn ze een grotere concurrent geworden. Dat heeft hij proberen tegen te houden. Maar op een manier die gewoon vol in zijn gezicht is, uh, gebackfired op dit moment. Um, even kijken. Um, inderdaad, als we het hebben over die 20%, uh, zegt de uh, judge. Um, the stat wasn't based on evidence, product, or circular reasoning. Kortom, um, ja, oké, okay, als, als dat niet gebaseerd is op, op bewijs, dan houdt het al heel gauw op. Um, ja, wat ik ook interessant vind, wat heel veel mensen uh, op een gegeven moment ook zeiden, is. Uh, ja, maar uh, Bethesda werd er een beetje bij gehaald. Ja, maar zie dan, Bethesda, uh, dat hebben ze exclusief gemaakt. Dat was een, ook een belangrijke pijler om aan te tonen... dat Microsoft een, 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 een partij was die uh, niet te vertrouwen was. Onbetrouwbaar, zeiden ze. Kijk, active, uh, ze hebben Bethesda overgenomen. Toen zeiden ze in het begin dat het multiplatform zou zijn. Maar zodra Bethesda gekocht werd, werd opeens alles multiplatform. En dat gaat ook altijd zo zijn. Nou, ten eerste... Uh, Laten we het bij ons feit houden. Uh, Microsoft of Xbox heeft nooit gezegd dat, er, dat Bethesda games altijd multiplatform zouden zijn. Dat hebben ze nooit gezegd. Het enige wat ze gezegd hebben is wij, één, wij uh, valideren alle deals die gemaakt zijn voor ons. Oftewel, dat betekent dat Deadloop en Ghostwire Tokyo, dat, dat gerespecteerd werd, dat het uh, een playstation exclusive was. En alles daarna gaan we titel voor titel bekijken. Ja, en dat dat dan exclusief wordt... Uh... Het is van hun. Het is hun toko. Uh, en, en er zullen ongetwijfeld titels aankomen waar ze dat niet doen. Omdat het bijvoorbeeld multiplatform is. Omdat het meer sens maakt. Wat ik wel interessant vond. Is uh, dat er. Uh, uh, ja. Deze uh, gegevens uh, naar boven kwamen. Die ik nog niet gezien had. Is dat. Uh, kijk, Microsoft neemt geen beslissingen. Zo'n. Uh, Oké, okay, Starfield. Uh, Oké, okay, doen we exclusief. Uh, daar kijken ze naar. Wat, is, wat gebeurt er als we. Uh, uh, wat, wat voor geld halen we binnen als we Starfield exclusief houden voor Xbox en PC? Wat tegenover, wat voor geld uh, halen we binnen als we het multiplatform maken? Nou. Dat is dus blijkbaar intern berekend. En uh, Tim Stewart, dat is de, de CFO, dat is de man die over de centjes gaat. Die zegt, uh, when Microsoft evaluated exclusivity of ZeniMax games in December 2020. Dat is uh, rond die aankoop. Despite having more than 10 miljoen units forecasted for both Starfield and Indiana Jones on PlayStation. Dus ze hebben een soort van forecast gemaakt. Oké, okay, wat denken we dat we gaan verkopen? Ik denk dat ze er qua Starfield... Uh, Misschien net iets te laag hebben ingeschat. Qua Indiana Jones misschien wel net iets te hoog. Want ik, ik vertrouw niet helemaal die titel. Uh, daar hebben ze gewoon een reeksommetje gemaakt. En uh, hebben zij... Uh, en dat staat hier ook. Microsoft believed it could offset losses incurred... from taking ZeniMax games exclusive... through upside to game pass... and increase console sales. Het is gewoon een rekensommetje. Zij denken van als wij Starfield exclusief houden, dan gaat het ons veel meer. Uh, misschien nog niet eens geld, maar in ieder geval veel meer goodwill richting Game Pass houden. We gaan meer consoles verkopen. Uh, consoles zijn duurder dan een game. En daarmee kunnen we dat een klein beetje balanceren. Die balans act is er bij, place, bij, bij Call of Duty totaal niet. Je kunt dat gewoon niet. ...vergelijken. Um, dus mensen moeten daar ook wel eerlijk zijn. Ik zie ontzettend veel en ik snap het ook allemaal wel... ...emotionele fanboy... Uh, ...gedragingen. Uh, ook van... Uh, ja, ...media op YouTube. Ik weet niet of je dat... ...media mag noemen. En, uh, het mag van mij allemaal. Ik vind het allemaal prima, maar... ...de reden daarachter, de argumentatie is soms niet... ...heel erg solid. Het is gewoon een rekensom geweest... ...en nergens staat... Uh, dat Microsoft dit niet mag doen. En ze hebben ook nooit beloofd dat het multiplatform Ze hebben alleen gezegd: we gaan het van titel van titel bekijken. En dat doet uh, Sony ook met Square. En wie weet gaan ze Square kopen en dan gaan ze de titel van titel bekijken. En geloof mij, dan gaan ze het echt wel exclusief doen. Ehm. Um... Kortom, uh, ja, dat, uh, dat werkte dus ook niet. Uh, dan had je natuurlijk nog de positie van Nintendo. Uh, PlayStation en de FTC was er, uh, was er alles bij gebaat om de markt, de concurrentiemarkt, een twee-partijenmarkt te maken. Namelijk PlayStation for, uh, versus Xbox. Want dan kunnen ze heel makkelijk zeggen: van oké, okay, maar als Xbox uh, er is, hè, uh, als Xbox uh, deze deal doorgaat, worden ze dominant en dan is onze concurrentie. Concurrentiepositie helemaal weg, uh, nou uh, inderdaad. De judge heeft daar ook een klein beetje gehakt van gemaakt. Die zegt: If the court was the final decision maker on the merits, it would likely find Nintendo Switch part of the relevant markt. Uh, maar ze zegt: uh, um, It's not even the standard. It's sufficient for the console theory to die that the FTC failed to show why to exclude switch. Oftewel, de switch is onderdeel van die console markt. Er zijn drie partijen. Nou, als je dat kijkt, dan, dan is er ook nog genoeg complicatie. Uh, vanuit Nintendo. En Nintendo maakt helemaal geen problemen. van het feit dat Microsoft Activision Blizzard aankoopt. Dus wat soort PlayStation dan? Uh, de PC. die probeerde Microsoft er ook bij te krijgen. dat het een vierpartijenmarkt is. Die heeft de rechter dan weer toegewezen aan de FTC. De, uh, zij heeft gewoon aangegeven. Uh, de PlayStation. Of de PC-markt is echt een hele andere markt. Uh, met andere regels, et cetera, et cetera. Uh, daar zit PlayStation nog niet full on in. Dus dat uh, wil ik buiten deze competitie. Houden. Uh, dan hadden we nog dat uh, stukje cloud gaming. Dat was een beetje het laatst. Uh, ja, goed. Uh, daar was de rechter eigenlijk ook wel vrij scherp over. Uh, zij uh, definieerde cloud gaming, also known as cloud uh, game streaming, is a potential, potential alternative delivery mechanism to downloading native games for play onto hardware. Eigenlijk gaf ze aan. Even heel simpel gezegd, het is nog absoluut geen aparte markt. Er wordt nog heel weinig geld in verdiend. Het is fucking 1% van wat er is. De meeste mensen die de x-cloud gaan gebruiken, uh, Die gebruiken dat om bijvoorbeeld een, een spelletje gewoon eens keer uit te proberen. En daarna raken ze hem over het algemeen nooit meer aan. Of uh, ze spelen alvast wat, uh, of ze spelen uh, uh, in de trein wat. Uh, en dan gaan ze er thuis op de console weer mee door. Dus het zit in elkaar. Kun je niet als een losse markt zien. Dus ook daar um, maakte de rechter gewoon gehakt met alle argumentatie van, um, van uh, Microsoft. En um, ja, ze hebben verloren. De FTC heeft verloren. En um, het grappige is dat ik nu heel veel reacties lees. En dat zie je wel vaker uh, in de hedendaagse maatschappij. Als iets verloren wordt, dan ligt het altijd aan diegene die die uitspraak heeft gedaan. Inmiddels heeft ze doodsbedreigingen gehad. Uh, ze wordt helemaal met de grond gelijk gemaakt op social media. En heel veel partijen zegt, zie je wel. Uh, deze dame, en dan moet ik even weer haar naam uh, opzoeken. Uh, Jacqueline Scott Crawley. Dat wisten we van tevoren, man. Zij is een anti-competitive. Uh, haar zoon, die werkt bij Microsoft, volgens mij, of heeft daarvoor gewerkt. Dit is doorgestoken kaart. Je wist van tevoren dat ze dit zouden gaan verliezen. Nou, dan mag ik al die mensen even wijzen op het feit dat Microsoft niet bij deze dame terecht wilde. Zij wilde niet de Zaak voordienen aan uh, het North uh, Ja, het heet het, het Noord-California Court District Court. Uh, zij wilden uh, naar een heel ander district. Uh, het was de FTC die het in California wilde doen. Zij wilden het daar doen. Zij wilden het bij deze judge doen. Dus hoezo dan? Dogen kaart. Ze hebben gewoon gokt en gigantisch uh, verloren daarmee. Goed. Iedereen riep: Ah, de deal is rond. Uh, ze kunnen nu in principe uh, de deal in Amerika uh, gaan uh, afmaken voor de 18e uh, juli. Uh, inmiddels is ook al het bericht dat de Nasdaq, dat is feitelijk de, de aandelenbeurs, uh, die heeft het aandeel Activision uh, ga, is al bezig met voorbereiden om het aandeel Activision van de markt te halen. Uh, nou, dan blijft Engeland over. En uh, uh, ja, Engeland is dan ook klaar. En daar. Is het dus nog te vroeg voor? Um, ook een beetje tot mijn verbazing hoor. Want wat is er gebeurd? Um, uiteindelijk, dus FC heeft ongelijk. Dan blijft er nog maar één partij in de wereld over. Want de rest van de wereld heeft eigenlijk uh, de boel goedgekeurd. blijft er nog maar één partij over die de deal wil blokkeren. En dat is de CMA in Engeland. En toen gebeurde er iets vreemds. Um, logischerwijs, de CMA heeft. ...gekeken naar wat er in Amerika gebeurde. En ze hebben ook contact met elkaar gehad. Ze zeggen niet inhoudelijk, maar er is contact geweest. Met z'n tweeën... ...zijn ze gewoon een enorm groot gebied. Uh, dus ze hebben de belang van, uh, bij elkaar... ...om een beetje met elkaar op te trekken. En feitelijk voerden ze ook een beetje... ...dezelfde strijd. Uh, maar nu staan ze dus eigenlijk een beetje alleen. Want in Amerika lijkt het over. Lijkt, want daar kom ik zo even op terug. Eh... Uh, toen kwam het, van, uh, kwam het bericht van CNBC uh, dat Microsoft uh, proactief was en al meteen naar de CMA is toegegaan en zei um, we zijn bereid om even te kijken om, om een aantal pijnpunten die jullie uh, ertoe doet aanzetten om de boel te blokkeren, om te kijken of we die pijnpunten kunnen wegnemen. En vrij snel daarna uh, zei dezelfde zender CNBC uh, en dat was foutief uh, dat uh, de CMA dat over dat aanbod, had geaccepteerd. Waarmee feitelijk de weg open lag om de deal ook in Engeland te closen. En dat bleek dus niet waar te zijn, want de CMA kwam vrij snel alweer met een statement van uh, 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 ten eerste, als er, uh, nee, allereerst tijdens, uh, we blokkeren de deal, punt. Dat is ons standpunt gisteren en dat is ons standpunt vandaag. Wij zijn tegen de deal. Ten tweede, als er Vanuit Microsoft uh, uh, handreikingen worden gedaan. Dan maakt dat het een nieuwe zaak. En dan moet het hele proces eigenlijk weer helemaal over. En daarmee zetten ze Microsoft politiek gezien een klein beetje onder druk. Want die zitten met die 18 juli in, in de maag. Uh, dus um, zij blokkeren de deal. Tot op de dag van vandaag nog steeds. Um, de FTC is inmiddels, en daar stond iedereen ook op te wachten, want ze kunnen in beroep gaan. Is inmiddels ook in beroep gaan te deze, tot tegen deze zaak. En daar zit wel een, een, een adder onder het gras. Je? Uh, ze hebben daar niet heel veel tijd voor. Want uh, ze kunnen, dit appeal kan alleen maar gedaan worden. Gehoord worden en afgerond worden. Uh, voor, en dan moet ik goed zeggen, uh, 14 juli. 1 minuut voor 12 p.m. PDT, dus dat is dan de tijd in Californië. En in die tijd, uh, dus moeten ze, uh, ze moeten het gaan filen. Dus ze moeten helemaal uh, beschrijven waarom uh, ze tegen, waarom ze zeg maar, uh, de, het oordeel van de rechter niet goed vinden. En uh, Microsoft en Activision moeten dan ook nog eens een keer hun weerwoord uh, gaan geven. En ze moeten dus inderdaad deze motie, de, dit verzoek, moeten ze kunnen afkeuren of goedkeuren. En dan, uh, dan zeggen ze ook nog eens de motion panel of the appeals court needs to time to consider. Dus dan moet het motion court ook nog eens nadenken of ze überhaupt wel uh, uh, hierover willen hebben. En dan moet die zaak ook nog eens een keer helemaal uh, afgehandeld worden. Dat is ontzettend fucking krap. Er is heel erg weinig tijd uh, daarvoor. En eigenlijk zeggen ook heel veel uh, analisten van. Dit is vrij kansloos. Want. Uh, ook hier geldt dan weer, als maar één van de punten die de rechter nu allemaal in het voordeel van Microsoft heeft verklaard, als één van die punten valide blijft, ook bij de Court of Appeal, dan is de zaak klaar. Dan is de FTC weer in het ongelijk. En het is bijna onmogelijk dat ze op al die punten ongelijk krijgen, want ze kunnen namelijk ook. heel moment zijn, nou dan gaan ze. Ze weten nu exact wat ze fout hebben gedaan, dus ze kunnen nu een hele andere zaak insteken met andere argumenten. Dat mag dus niet. Ze moeten dus op basis van de argumenten die ze hebben gegeven moeten ze nogmaals aanduiden dat ze miszaten uh, met min of meer dezelfde gegevens. Uh, hoe ze dat willen doen weet ik niet. Het heeft ook een beetje te maken met gezichtsverlies. Uh, de hoop dat ze het over die 18 juli heen kunnen trekken, ik weet niet wat. Feit is dat Microsoft ook al vrij snel heeft aangegeven... van jongens, uh, uh, dit is zo teleurstellend. Jullie gaan nu taxpayers money... nou, moet ik altijd zeggen dat ik daar niet zo gevoelig ben... maar over de balk gooien voor een recht voor een appeal... Uh, wat na alle waarschijnlijkheid wederom wordt af, afgekeurd. Jongens, laten we gewoon aan de gang gaan... en laten we gewoon de zaak rondbreien. Uh, de CMA is dus nog steeds wel een probleem. Ze pakken het ietsje anders aan. Misschien ietsje slimmer, waar de FTC een beetje loopt te bokken. Is de CMA dus duidelijk aan het zenden van, oké, okay, uh, wat zijn die handreikingen? En kiezen ze dan toch nog voor om die handreikingen binnen te halen... waarbij ze dus feitelijk meer doen voor de gamers en de consumenten... dan dit geharwar van de FTC... die feitelijk nu uh, een vrij kansloze zaak aan het voeren is. Um, mocht de FTC de pil niet lukken... Uh, en de CMA blijft de boel blokkeren. Dan kan het zo zijn. Uh, die plannen liggen allemaal klaar. Dat uh, ja, Activision Blizzard dan gewoon uit, uh, uit Engeland verdwijnt. En ja, dan zijn er allerlei juridische mogelijkheden om dan bewijzen. Ik noem maar even wat. Om naar Embracer te stappen en zeggen: oké, okay, jij gaat dan Call of Duty voor ons in Engeland verkopen. Of Call of Duty is gewoon helemaal niet te koop. Uh, in de UK en alle Britten uh, hebben dan een probleem. Nou, dan zeggen alle mensen, ja, dat is te veel geld. Nou ja, ook dat is een beetje uitbrekend. Uh, het is, ze lopen 10 miljard mis ten opzichte van de 30 miljard... die ze er weer kunnen, kunnen winnen globaal. Het is allemaal afweging maken. Het is, het is een rekensommetje. En dat rekensommetje zijn, zijn ze aan het maken. Microsoft is klaar. Microsoft heeft een plan A, een plan B en een plan C... Um, ik heb ook niks meer gehoord van PlayStation. Uh, ik denk dat zij ook wel weten dat het een verloren zaak is. Maar ja, de FTC blijft toch een beetje modderen. Um, ik heb niks tegen dit soort partijen als de FTC en de CMA. Ik vind het belangrijk dat wij als consumenten beschermd worden tegen grote globale multinationals. Uh, dat is een goede zaak. Maar hier is het nooit. Om de gamer gegaan. De gamer wordt duidelijk, is nu bewezen, er beter van. Het is goedkoper straks Call of Duty. Je kunt het op meer platformen spelen. Um, dus zakelijk gezien staan ze gewoon niet slecht. Of ik het tof vind, is een heel ander verhaal. Uh, daar heb ik een andere mening misschien over. Maar zakelijk gezien is dit gewoon een zwakke case. En dus hebben ze die verloren. Ja, helaas, het wordt dus toch nog steeds een klein beetje continued. Maar in ieder geval weet je nu dus. Hoe het ervoor staat. In de Piepshow aanstaande dinsdag kunnen we er dan wat meer inhoudelijk op gaan hakken. Uh, maar ik vond het toch wel even fijn. en misschien handig om uit te leggen waar alles nu staat.